Start gevallen en begin met een galopade voor Elroy Boko. Elroy Boko begint in galop. Uitgeschakeld, nummer 2 galop. En de leiding wordt genomen door Fiona Stardust. Aan de buitenzijde komt Diamond Twix naar voren, daarachter aan de relingzijde volgt Egano Transair. Zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. De vierde plaats daarachter is voor Cora van Tora. Zo gaan de paarden de bocht in, leiding daar in handen van Bas Krebas. Fiona Stardust, tweede plaats voor Diamond Twix, galopade van Cora van Tora. Springt er tussenuit, ze gaat aan de buitenkant. Uitgeschakeld, nummer 11 galop. Uitgeschakeld, nummer 3 galop. Twee paarden er dus uit en zo gaan de paarden de rechte lijn. Drie paarden eruit inmiddels. Gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En dan komt aan de buitenzijde een aanval van de favoriet Daisy van Kamstra. Die gaat in één flits de leider voorbij. Wordt nu zelf de leider. Daisy van Kamstra plaatst 2 Fiona Stardust. Derde ligt Diamond Twix. Vierde komt binnendoor naar voren. Deborah Victory. De vijfde plek aan de buitenzijde Extra Impuls. Zesde is Brainwave. Daarachter op de zevende plaats die Daydream Melo. Die los van het bit loopt. En Dennis Minnema doet alles aan om dat te veranderen. En daarachter nog 2 paarden. Dat zijn Qatar. En de laatste plaats is voor Carlos Bianco. Zo gaan de paarden de bocht door. Het komt wat rust in het veld. Maar vooraan ligt de tempo aardig hoog met Daisy van Kamstra vooraan. Daisy uitgeschakeld, nummer 8. Nummer 8 galop. Daisy van Kamstra is als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Tweede plaats daarachter Fiona Stardust. De eerste en de tweede favoriet is vooraan. Op plaats 3 ligt Diamond Twix. Daarachter aan de relingzijde gaat makkelijk mee Deborah Victory. De eerste paard aan de buitenkant is dan Extra Impuls. Daarachter aan de relingzijde Daydream Melo. Daarachter in het tweede spoor volgt Brainwave. En de laatste plaats ook in het tweede spoor is voor Carlos Bianco. Zijn de paarden de finishpaal alweer voorbij? Gaan ze de 1000-meterpaal nu ook voorbij? En ligt Daisy van Kamstra vooraan? Wordt gevolgd door de gevaarlijkste concurrent op papier, Fiona Stardust. Daarachter volgt Diamond Twix. En aan de buitenkant gaat u naar voren Extra Impuls. Die gaat naar de vierde plek. Vijfde plek aan de relingzijde is nog altijd voor Deborah Victory. Die lijkt nog genoeg over te hebben, maar kan er voorlopig even niet uit. Daarachter ligt Brainwave. Daarachter Daydream Melo en dan Carlos Bianco. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. En Ebbingen trapt op het gaspedaal en probeert iets weg te lopen. Fiona Stardust haakt aan. De rest heeft dan meer moeite mee. Plaats 3 nog altijd voor Diamond Twix. De buitenkant blijft wat hangen. Extra Impuls en helemaal aan de buitenzijde gaat u naar voren Carlos Bianco. Carlos Bianco gaat naar het derde spoor, maar ook die maakt weinig meters goed. En zo gaat Daisy van Kamstra op weg naar de laatste bocht. Daisy van Kamstra, daarachter Fiona Stardust, dan een tijdje niets, dan Diamond Twix. En daarachter aan de relingzijde Deborah Victory, voor wie de ruimte nu wel komt. En zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Daisy van Kamstra, Fiona Stardust, Diamond Twix. En daarachter op de vierde plaats is het Deborah Victory. En zo komen de paarden in de laatste rechte lijn. Paarden die van achteraf moeten komen zijn waarschijnlijk te laat, want vooraan gaat het nu los met 4 paarden. Aan de relingzijde Daisy van Kamstra. Tweede spoor Fiona Stardust. Uitgeschakeld nummer 6 galop. Daisy van Kamstra, Fiona Stardust. Fiona Stardust komt ernaast. Daisy van Kamstra springt weg. Daisy van Kamstra springt weg. Uitgeschakeld nummer 12. Nummer 12 galop. Wint Fiona Stardust. Tweede plaats voor Diamond Twix. Derde Deborah Victory. En vierde is Daydream Melo. Kleine vraag of de winnaar al officieel is, want die staat heel mooi stil. Hij is nog niet officieel, Vinger. Nu is hij wel officieel. Winnaar is geworden paard nummer 4 Fiona Stardust met Bas Krebas. Winnende tijd 1.18.1. 1.18.1, maar vooral is het vandaag de dag van de driejarige hier op het Stadspark. Want Fiona Stardust wint, dat is al de derde driejarige. Als we een klein stukje doorlopen, dan horen we onszelf niet drie keer dubbel in de luidspreker. Mooie rit en je moest toch die Daisy van Kamstra verslaan? Ja, zeker. Ik had het liefst de kop gehaald, maar toen Daisy kwam, ik dacht, nou ja, laat ik die maar afgeven. Dat is ook een hele goeie. En Rick reed wel door naar die Bracht, maar mooi. Ja, en hij springt, maar ik denk dat ik er al overheen was. Het protest ging om iets anders. Maar deze Fiona heeft natuurlijk vorig jaar een tweejarige koers gewonnen. Dan won ze veel geld. En daarna ging het wat lastiger. En hoe is het nu? Heel goed. Tot nu toe geen problemen dit jaar. Nee, Mary werkt supergoed en ik ben zeer tevreden over haar. En ze komt hier naar de sweepstakes? Ja, dezelfde bedoeling. Ik denk dat ik op Groningen blijf tot de sweepstakes. Of misschien niet Kralik, maar niet op Wolvega of Duinen. Dat is mooi om te horen hier. En dan hopen we hem snel terug te zien. Dit is Fiona Stardust. En Fiona Stardust is een product van Gift Kronos uit Urina Stardust. Gefokt door de familie Scheffer. Met als eigendom van Stal PD. En getraind en gereden door Bas Krebas. Dames en heren, groot applaus voor de inzet van deze Stichting Drassport aan de Zuidmarkt.